guys, goedemorgen. Het is maandag en het is net 7 uur geweest. Ik ben helemaal klaar. Ik ga mijn tas pakken. Ga ik op de fiets naar het station. Want ik ga met Claudia de hele dag naar de Beauty Trade. In de Jaarbeurs Utrecht. Maar het zit een beetje plat. En wat we precies gaan doen weet ik niet. We zijn uitgenodigd. Dus we zien wel. I hope it's worth it. Ik heb echt heel slecht geslapen. Want Ilana is natuurlijk ziek. Gaat wel beter. Faye is gewoon met haar thuis vandaag. Dus ik ga wel heen. Echt met een beetje zo'n gevoel, weet je. Ik pak even mijn tas in. Met zo'n raar gevoel in mijn buik ga ik wel heen. Maar gelukkig is Faye thuis. Oh, ik laat alles vallen. Ja, let's go. We zijn er. Ik ben met Claudia en nog iemand, maar ik ken haar nou even niet. En we gaan nu naar de perskamer. Klinkt zo... En dan krijgen we volgens mij een rondleiding of zo. Ik weet het niet. Maar het is echt super, super druk. Oh, hier is de perskamer. Wij hebben kwalitatief veel meer beter gezien. Wij zien dat dit vak echt in de licht is. Oké, we zijn op de beurs en het is echt heel groot hier. Heel groot. Echt heel groot. En we gaan nu, nou niet hierheen, want ik ben al bereid. Echt super groot. En mooi, alles ruikt zo lekker. Ik ben met mijn vader thuis. Hij heeft allemaal lekkers. Allemaal chips en chips en chips. En hier allemaal chocola. En ik mag dit niet eten. Maar ik eet een beetje nootjes. Mag het jij? Yeah. Oh my god, guys. Het is echt zo lekker weer. En ik heb een trui aan. Maar het is al wat later. Ik ben thuis. Freddy is ook ziek. Dus die is de hele dag thuis geweest. Ik ben de hele dag thuis geweest. En ik wil alleen maar leuke dingen doen. Maar ja. Ja. Hey guys, goedemorgen. Het is woensdagochtend. Ik heb net even aan een videootje gewerkt. Die is nu klaar. Updaten, of renderen, uploaden, dat soort dingen. Ja, het is woensdag. Ilana is... Ben je beter? Ze is wel... Nog een dagje. Dus ze is vandaag ook niet naar de peuterspeelzaal gaan. Die moet even een dagje... Nog even een dagje bijkomen. Morgen geeft ze weer alle energie. Ik ben heel moe, want ik ben vannacht heel laat op bed gegaan. Maar dat geeft niks. Gisteravond nog lekker gesport. En vandaag gewoon even chill dagje. Vandaag veel foto's maken. En ja, we zien verder wel. Dit is alweer veel te lang intro voor vandaag. Welkom bij de woensdag. En het is weer lekker weer, mensen. Ik hoop dat wanneer jullie dit kijken, volgende week, dat het dus ook lekker weer is. Wil je nog wat zeggen? Hoi. Missie, hè? Ja. Ziekjes, hè? Ja. Wat zeg je? Stippelen, mama. Wil je stippelen? Ja. Oké, dat mag. Let your pupjes? Ja. Oh. Ben je ook een monster? Oh, oh. Hoe doet een monster dan? Wauw. Ja, mama, kus. Kom maar. Wat is dit nou voor een grote doos? Huh? Hey! Dat flesje. Oh jee. Hey guys, er ligt weer een matras in onze kamer. Want Ilana wil vannacht bij ons slapen. En Ferdy kon niet slapen. Dus die heeft het hele matras en weet ik wat allemaal in de woonkamer gelegd. En ik heb zo'n spierpijn. Voor gisteren sporten. Ik kan niet meer normaal bewegen. Oh, die grote doos is trouwens... Nee, niet, nee, dat kan niet. Niet met die zaklamp in de camera schijnen. Die grote doos is trouwens van haar nieuwe fietsstoel. Nieuwe fietsstoel. Dat is deze. Wat zeg je? Ja, maar je kan er nou niet op zitten. Hij moet eerst op de fiets vast. Ik ga zo lekker op dit nummer. Ook al heel kleine. Echt. Hoe heet het? Gemaakt voor dit. Lekker nummer, maar ik heb zo'n klote dag. Ilana is eindelijk weer beter. Maar... alles is nee. Alles is... alles is... Nee, nee, nee. En dan is ze in één keer weer heel lief. Denk ik, oh nice, het is klaar. En dan begint ze weer. Het is gewoon nu echt verdorie, hoe laat is het? Het is 4:30 en ik ben pas gedoucht. Omdat ik zoveel dingen nog te doen had. Ik heb
Freddy heeft gisteravond niet afgewassen. Ik ga nu gewoon even klagen, oké? He only had one job en dat was de afwas. Wat zeg je? Ja. En dat is niet gebeurd. Ik ben de hele dag al bezig. En ik kreeg net een berichtje van... Jammer dat je vlog altijd zo laat is. En ze is echt super lief. En... Wat is er? Met dat is in mijn woonkamer. Oké, lieverd. Doe maar, ik ga alleen even mijn gezicht smeren. Even tegen de camera praten, dan kom ik eraan. Ja? Ik ga even die bewaren voor mama. Ja, bewaar het maar voor mama. Maar zij laat altijd zoeken lieve comments achter. En toen kreeg ik die comments van haar. Dat ik dacht, je hebt helemaal gelijk. Die vlogs van mij die zijn de laatste tijd altijd te laat. En weet ik veel. Ik ga intussen even mijn gezicht doen hoor. En ik weet het. En dan baal ik ook zo van. Dan heb ik gewoon een vreselijk slechte planning. Maak ik dan zelf. En ik ben gewoon echt slecht bezig. Gewoon. Even zwaaien. Kom. Lekker ding. Maar mag het even gezicht doen, hè? Oké. En dan gaat alles gewoon... Nu is het hartstikke lief, dat zie je. Ja, ik moet natuurlijk niet klagen, maar... soms denk ik... Hoe doen andere mensen dat? Hoe doen andere mensen... thuis blijven moeten zijn en gewoon niet je haar uit je kop trekken? How do you do that? Echt serieus waar. En dan schoonmaken en dan dit en dan dat en dan... Dan heb ik ook nog een... Ja, ga jij maar lekker boek pakken. En dan ook nog... Ileana gaat een boek pakken, ja. Ik weet niet hoe ik het dan moet doen. Maar oké, okay, sorry, ik ga beter mijn best doen omdat die vlogs weer op tijd komen. Oh, deze crème is eigenlijk helemaal niet... Het ruikt echt niet lekker. Maar ik ben veel te lang aan het praten, sorry. Ja, ik heb dus ook heel boodschappen gedaan al een paar dagen. Ook omdat zij ziek was. En ik heb nu mijn voorraadje zeg maar wel op. Weet je, ik heb altijd... Optillen. Goed optillen, ja. Voorzichtig met je voeten. Lukt het? Oké. Okay. Daar ben ik weer. Freddy wil shawarma eten. Like, what the fuck? Waarom? Ik... Tuurlijk wil ik ook wel shawarma eten, maar dat is niet goed voor mij. Dus nu zit ik te denken, oké, okay, wat kan ik doen? Wat kan ik het beste doen? Kijk, sorry. Hier kan ik nou zo stronzagrijnig van worden. Een pak sujoep. En er zit alleen nog zo'n kontje in die je eraf knipt. En voor de rest is die leeg. Why? Why the fuck? Serieus? Ik voel... Oké. Oké, jongens. De nacht gaat beginnen. Ik heb mijn telefoon. Mijn wallen zo te zien. Mijn Red Bull. Die is gewoon al bijna op. Babyfoon. Mijn laptop. Mijn koptelefoon. En ik ga werken. Het is 11:30. En we gaan zien hoe laat ik klaar ben. Ik gok een uurtje of 3. Dus dat wordt dat. Hola, 14:15 ging ik slapen. 7:00 was ik wakker. Dikke prima. Ik ben nu niet meer moe. Of nu nog niet moe. Maar, dat komt vanmiddag wel. Vanmiddag krijg ik waarschijnlijk een dik vette inkakker. Maar die is niet erg. Ik ben dus aan het eten. Dan gaan we zo naar school. En dan heb ik een meeting voor de Nationale Buitenspeeldag. Dat vind ik leuk. Dat is echt zo'n moederding. Leuk. Helemaal geweldig. Dus ja, let's go. Goedemorgen, wij gaan fietsen! Ik vind het heel spannend. Dat komt omdat ik de vorige keer niet met haar kon fietsen. Moppie, moppie, moppie! Gaan we lekker fietsen? Ja! Kijk, de troon zit vast. Oké, okay, het is al wat later. Ik ging me klaarmaken en ik zat bij het raam. Mijn lipkleur lijkt heel gek. Ik heb straks een reunie van mijn basisschool. Maar de mensen die wel komen. Die heb ik in al die jaren van gesproken en dat soort dingen, dus ik ben niet zo zenuwachtig ofzo. We gaan lekker buiten op het terras zitten. Het is niet zo heel lekker weer, maar ik heb dikke trui aan het terras voor mijn kont helemaal goed. Fietsen. Ging helemaal goed. Ik was zo blij. Je snapt, ik heb natuurlijk verteld dat ik wel eens, weet je, onzeker was, paniekerig was, wat betreft Ileana. Dus ik vond fietsen echt heel spannend. Alleen ik zette haar op die fiets en toen dacht ik, wat? Dit is vet makkelijk. Dus ik heb echt gefietst met haar, gezongen, gek gedaan. Dus ik ben helemaal blij. Ik ben helemaal into de fietsen nu. Even snel theetje drinken en dan gaan we weg. Hey, ik was jullie helemaal vergeten. Het is zondagochtend. Ik ben gisteren naar de reunie geweest van mijn basisschool. Alleen, we waren met z'n drieën. De rest van de mensen waren niet. Maar desalniettemin was het gezellig. Lag ik om 2:00 in bed. En het was leuk, een paar wijntjes gehad, dat soort dingen. Niet dronken of zo. Maar gewoon, het was echt heel leuk. Alleen, moe.
Ik was mijn tas aan het omzetten. Dus vandaar dat ik in één keer mijn camera vond in mijn ene tas in die ik in mijn andere tas ging doen. We zijn ons aan het klaarmaken, dat soort dingen. Ga ik even naar de winkel, even lunch halen. En dan gaan wij naar het zandkasteel met Ilayla. Echt super leuk, heb ik echt zin in. Oké, ik heb even mijn iPhone camera erbij gepakt voordat iemand mijn camera snatcht. Maar daar gaan we. Ilayla, je hebt er zin in. We hebben een vlagje, snoepjes, drinken. Ik ben echt benieuwd. Heb je er zin in? Heb je er zin in? Ja. Waar is Ilayla? Daarachter. Ja, yeah! Laat je vlag zien. Laat je vlag zien dan. Yay! Kom, we gaan naar binnen. En wij gaan een mooi cadeautje geven, hè Toto? Ja, cadeautje geven. Nee, cadeautje. Doe maar. Wij zijn hier, hè? Wauw. Kom maar. Kan je bellen? Kan je duilen? Maar jij bent de volgende. Doe maar. Wauw. Ga maar een high five geven. Nog heel even geduld voor het kind in zijn hand. Ga je snel. High five. Yay. Goed zo. Ella, wacht eens even. Wacht eens even. Met jou, pak dat kou. Wij zijn terug van Martini Plaza. Zandkasteel was echt heel leuk. Echt heel leuk, zei Ilayla. Vond het echt geweldig. Die zat echt zo met met grote ogen te kijken. En ik dacht, misschien vindt ze het een beetje eng, want die licht ging wel helemaal uit. Dus het was echt geweldig. Ik ga even een linkje plaatsen. Als je ook kleine kindjes hebt, plaats even een linkje. Zie je even alle data van van het zandkasteel. Het was echt leuk. Ze mochten nog op podium. Ze zei van, mag ik ook daar? Ik zeg, ja, straks mag je een handje geven. Dus liep ze echt zo vet. Iedereen, alle drie een handje geven. Ik zeg, zei tegen de laatste, geef me een high five. Deze nog even high five. Was echt vet leuk. Ik ben echt moe. En vanavond ga ik ga echt tot morgenochtend 6 uur werken, denk ik. Echt. Ik ga nu even was ophangen. Daarom sta ik hier. Hey guys, ik ga de vlog afsluiten. Het is echt al heel laat. Het is echt 2:10. Ik ga hem ook gelijk editen. Dus dan staat hij op tijd online. Bedankt voor het kijken. Sorry, ik hoor zo beter. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog. En zie ik je in mijn volgende video. Doei!